Zo. Nee, wacht, hè. Zo, denk ik. En zo. Nee, zo. Wacht, hè. Hier nog, denk ik. Ja! Ik heb het gevonden. Oké, nu ga ik hem vis halen. Laten we gaan vissen. En het is donker ineens. Kijk, ik ga die skeletten vissen. Hè. Kijk, hè. Goed, Mieke. Oei, hij is al weg. Ja, laat ook maar. Oké, ik ga snel daar naar beneden wat vissen. En dan zou ik zo tot in het water raken. Oei, dat was juist de bekken te ver. Hoe ga ik naar beneden? Zo dus. Even wat eten, zodat mijn leven bij komt. En dan ga ik maar lekker vissen. Oh, een geluidje. Kom maar, geef me vis. Ik wil een kat. Ja, yes, één vis. Kijk, hè. Ik ga een vis vangen. Hè. Kijk, ja. Oh, de vis is weggevlogen. Oké. Okay. Ah ja, een bed moet ik nog maken. Terug naar boven gaan. Langs de boomhut, op de boom klimmen. Ga weg, gras. Nee. Bladeren. Ah. Is je huis daar? Mijn huis is daar van boven. Ergens. Wacht, hè. Nee. Oei, verkeerde knop. Snel de hout wegdoen, ook al heb ik geen gewone axe. Oké, deze is wel ambetant. Kom aan, bekken sneller. Oh, ben ik traag? Oké, ik ben er. Hoe ga ik hier daar? Yes. Daar is aan voor de win. En daar is mijn huis. Ik zie dat er weer geen zombies mijn deur gaan openbreken. Oké, voilà. Ik ga een beetje eten koken. Ah, ik heb nog ze. Voilà, ik heb twee vissen. Misschien wel armor maken, maar dat gaat niet met cobblestone. Dus nu gaan we zien of dat we een bed kunnen maken. Wat heb ik daarvoor nodig? Dus de wol en hout. Denk ik. Oh, verkeerde ding. Ik denk hout zo. Ja. En dan daar zo wol bovenop. Ja, voilà. En dan verlies ik mijn huis niet meer. Even een mooie spawn bed zetten. En gaan slapen. Tudum. Goedemorgen, goedendag. Blij dat ik de zon weer ontmoeten mag. Oké, wat we nu gaan doen is eigenlijk, we gaan een soort cave zoeken. Allee, cave. Maar, wat is hier bezig? Eten, oké. Okay. We gaan... We gaan hier gewoon achter ons huis graven. Dus we gaan gewoon eigenlijk in ons huis graven. Dus ik ga eten meenemen. Wat hout, maar niet allemaal. Zodat ik onderweg een ding iets kan maken of zo. En we gaan gewoon. Dus hier. Oei. Ja, ik had hier eigenlijk een muur verwacht. Maar ja. Dus we gaan dan zo naar beneden wat. En we gaan gewoon hier graven. Misschien met wat geluk kom ik een mooie cave tegen. Ik zie, heb ik toortjes mee? Nee. Dan ga ik even toortjes maken. Heb ik er? Ja. Dan pak ik die. Oké. Okay. Let's find some caves. Pudum. Mensen zeggen van... weer Minecraft, kort dat beu. Maar ja, wat kan ik anders doen? Het is ook vaak al COD geweest. Dus Minecraft blijft verder gaan. Natuurlijk voor de mensen die... voor de mensen die Minecraft leuk vinden, ik ga er niet mee stoppen omdat iemand dat saai vindt. Als je het saai vindt, gewoon niet naar kijken ofzo.
Maar Minecraft blijft natuurlijk altijd erop komen op mijn kanaal. Oké, ik heb nu al genoeg code, die zal ik misschien later nog komen halen. Nu ga ik terug wat dieper verder graven. In hoop voor. Oh! Een cave. En wauw. Schone cave. Oké, oeh, het gaat hier nog verder. Allemaal deze alles precies jammer. Of niet? Oké. Dus is hier gewoon een watergrot met wat mos. Allee, hoe noemt het? Ik weet het niet. Dan zullen we maar zo wat verder graven. Cobblestone pakken. Dat water tenen, want dat is nog wel redelijk ambetant. Moest ik terug naar boven willen komen. Oh, lijk. Oké. Come on, ik wil een cave. Pedum, pedum. Nee, mijn pickaxe. Ah, voilà. Oké, ik heb nog geen cave tegengekomen. Ik zal dus wat meer luisteren. Ah, nog wat kool, maar dat heb ik niet echt nodig. Hier is zand en bij zand kan er meestal iets zitten, dus ik ga er zo wat rondgraven. Misschien kom ik wel iets tegen. Oh, heb ik veel. Kom ik hier gewoon buiten uit? Oké, dat had ik echt niet verwacht. Wat ik eigenlijk wel had moeten verwachten, omdat ik misschien op een berg stond. Oké, dan gaan we hier gewoon maar rondlopen. Misschien kom ik hier ergens een cave tegen. Cave gevonden. Nice. Dan weet ik ook nu gemakkelijke weg. Vanuit mijn huis. Ik ga even langs hier kijken om te zien waar dat gaat. Oké, dat stopt hier ongeveer. Dat ging naar buiten. En ik hoor al zombies. Dus dan gaan we. Oeh, zombie, zombie. Even torch plaatsen. En kom maar, zombie. Come at me, bro. Oké. Ik heb hem. Oeh, ik hoor hem nog. Oh, de cave eindigt hier ook al. Oh. Dat is jammer. Het is niet echt een cave, maar als ik hier nu wat naar onder ga of zo. Want ik hoor nog zombies, dus. Ik hoor ook een Enderman. Dus misschien is dat hier wel ergens. Oké, hier was het geluid sterk. Dus ik ga hier gewoon graven. Zie die dinges. Heb je het gezien? Teken dat er hier dichtbij een Enderman is. Denk ik. Ik zou niet weten wat dat anders is. Maar nu moet ik dat nog vinden. Where could he be? Misschien hier in de muur of zo? Nee. Ja, dan ga ik toch wel nog wat hier graven, zo naar onder. En zo wat zand hier, zeg. Strange. Laten we nog wat dieper gaan. En nog wat zand. Het geluid. Oh! Gevonden, cave gevonden. Stel zwaard pakken voor de zombies. Daar is iron. Huh? Zelfs een uitweg naar buiten. Ze. Nice. Oké. Dus. Even zien waar dat uitkomt. Zodat ik misschien later gemakkelijk terug kan komen. Oké, ik weet niet waar dat mijn huis is. Dus. Oh, waarom doet mijn pijn? Dat is toch niet hoor. Weg, zombie. Weg. Maar dan gaat hij nog die precies. Ah, ben ik hier eens niet geweest? Zo als ik naar het gewone land was gegaan of zo.
Denk ik, ik weet het niet. Ik ga de iron pakken, dat is al nice dat ik dat heb. Ik heb nog geen iron tools, denk ik. Dus hier ben ik uitgekomen. Wat doortjes plaatsen. Daar is nog iron. Grote cave, precies wel. Ik heb wel goed gegraven dan. Toch wel juist uitgekomen. Voilà. Dan gaan we hier maar wat exploren, zeker. Hier eindigt het al. Oké. Dan gaan we hier maar wat exploren, zeker. En het gaat hier eindigt het. En daar ook. En hier gaat naar beneden nog. Oh, heb ik er twee ineens geplaatst. Oké, ik heb al nog wat irons. En de cave is hier nog groot, precies. Ik zag een creeper achter dat hoekje. Ja. Twee. Nu. Ontplof maar, dan ben ik van je af. Come at me. 2 vs 1. Oeh, he exploded. Hier gaat ook nog naar beneden. Ik zal deze kant maar eens uitgaan, zeker. Mob trap. Van zombies. Yes. Kunt je me zo aanvallen? Nee. Nice. Zalig. Nee, mijn zwaard is kapot. Nee. Kijk, ik ga die even killen en dan zet ik een torch. Dat ik nu alleen kan plaatsen van wassen. Dan kunnen die al niet spawnen. Nice. Je ziet wat dat we in de chest vinden. Oh. Oh, weg. Er spawnen nog. Ik moet een torch op de dingen zetten.